Hey. Gaat dit? Ja, goed. Met jou? Ja, goed. Kom binnen. Wordt het lekker? Ja, lekker. Dit is het boek Mijn Zoon Ajax Ziet. En ik zit hier met de schrijver, Harry de Boer. Ik ga je interviewen. Ik ga een paar vragen stellen aan je. Wat wil jij vroeger worden? Nou, ik heb ook wel een tijdje gehad dat ik voetballer wilde worden. Ja, en daarna... Ik weet niet of ik eigenlijk of ik echt een droom had. Dat had ik niet zo heel erg, helaas. Het is altijd wel fijn als er echt iets is wat je heel graag wil. En, maar ik had, met dat voetballer had ik wel vrij snel in de gaten dat dat niet ging lukken, hoor. Dus, En wanneer kom je achter dat je schrijver wil worden? Ik heb veel reclame gedaan, dus dat zijn dan heel vaak schrijfdingen in opdracht. Dus dat is wel echt iets heel anders dan een boek. En dat boek dat is er eigenlijk gekomen omdat ik lang geleden heb samengewerkt met Michel van Egmond. Die heeft die boeken over Gijp en Kieft geschreven. Dus die is heel succesvol geweest met al die voetbalboeken. Behalve dat hij schrijver is, is hij ook een van de mensen die de uitgeverij runt. Ik vertelde aan hem dat Felix op een gegeven moment gevraagd was om bij Ajax te komen spelen. En hoe dat daar naartoe ging. En toen zei hij, volgens mij is dat een heel leuk onderwerp voor een boek. En hoe heb je dat gedaan? Want heb je dan dingen opgeschreven tijdens dat Felix speelde? Of wist je alles nog? Ik begon eigenlijk pas met het schrijven van het boek toen Felix al weer weg was. Want hij heeft daar maar 2 seizoenen heeft hij daar gespeeld. Mm-hmm. En pas daarna ben ik begonnen met schrijven. En toen had ik eigenlijk heel erg spijt dat ik niet af en toe aantekeningen gemaakt had. Want nu moest ik heel erg... Ja. Diep in mijn geheugen graven wat er allemaal gebeurd was. Ook soms dingen, soms verschillende... Of situaties een beetje met elkaar gecombineerd, zodat het iets leuker werd om te lezen. Mm-hmm. En soms misschien dingen een klein beetje overdreven. Vooral om ervoor te zorgen dat het dus leuker wordt om het te lezen. Of interessanter. En is het schrijven van het boek jouw leven veranderd? Nee, behalve dat ik het heel leuk vond om het te doen. Uitgeverij, die heeft daarna nog ook aan mij gevraagd of ik nog een boek voor ze wilde maken. Over Brian Roy ben ik nu een boek aan het maken. Voetballer was dat. Ja. Ik was vroeger ontzettend een fan van hem, dus ik vond het leuk. Dus daar ben ik nu mee bezig. Bijna klaar. Want je geeft ook zelf een beetje het boek aan dat je fanatieker werd. Had je het anders gedaan als je het opnieuw mocht doen? Nou ja, misschien wel. Ik heb wel... Alle ouders heb ik allemaal een andere naam gegeven. Er waren wel een paar ouders die voelden zich een beetje beledigd door het boek. Eigenlijk de meest belachelijke figuur in dat boek ben ik zelf. Dus ik heb, als er iemand is die er een beetje als een idioot uit naar voren komt, dan ben ik het. Ik zie hier een vader die echt dingen doet dat ik echt denk van, oh, niet doen. Was Ajax ook boos geworden? Of? Er is een jongen die bij Ajax als persvoorlichter werkt, Miel Brinkhuis heet hij. En die zei van, eigenlijk zouden alle ouders van jongetjes die bij Ajax komen spelen, zouden dat boek moeten lezen. Voor wie heb je het boek geschreven? Heb je het specifiek voor iemand of voor Felix geschreven? Dit boek gaat helemaal over jou. Nou, nee, ik heb het geschreven omdat die Michel dacht dat het een goed idee was. Hoewel, ik denk dat het best leuk is als hij straks over 30 jaar zit dat dan terugleest. En wist Felix, zijn zoon, dus de hoofdpersoon, wist hij dat jij het boek ging schrijven? Ja, hij wist wel dat ik ermee bezig was. Ja. En ja. Vond hij het vervelend of maakte het niet uit? Nee, maakte niet zo vaart. Ik weet ook trouwens niet of hij het ooit zelf gelezen heeft. Wat je natuurlijk wel ervan leert, eigenlijk zijn al die ouders van die kinderen die gaan zich gewoon een beetje raar gedragen, omdat ze toch denken, nou ja, misschien dat mijn zoon straks wel een hele beroemde voetballer wordt. Mm-hmm. Het is toch best op de een of andere manier wel een soort opwindende gedachte dat misschien kan gebeuren. Mm-hmm. Maar ja, als je daar dan een tijdje rondloopt, dan besef je ook hoe klein eigenlijk de kans is dat gebeurt. Want, beetje een uitgang. Ja, want zelfs al die jongetjes die bij wijze van spreken daar op hun 5e of 6e binnenkomen. En die dan die hele opleiding lang volhouden zonder weggestuurd te worden. Dat is 18, en dan zijn ze 18. En dan zelfs dan is eigenlijk de kans nog vrij klein dat je, dat je Ajax haalt. Dus ik denk dat ik me er misschien zelf
iets minder druk over zou maken. Dus hebben we ook veel positieve reacties gekregen of ook veel negatieve? Nee, ik heb echt serieus tot de dag van vandaag, terwijl het dus al een paar jaar geleden is dat het uit is gekomen, komen er nog steeds mensen naar mij toe die, die zeggen dat, dat ze er heel veel lol aan beleefd hebben. Dus dat, dat doet me wel heel erg goed. Alleen ja, een paar van die trainers bij Ajax vonden het niet leuk en een paar ouders vonden het niet zo leuk. Je zei het spijt me. Felix, ja, dus je biedt je excuus aan. Ja, dat is een beetje voor dat rare gedrag, hè? Dat ja, ik zo op laten jagen. Het is toch gek hoe niet alleen ik, maar hoe al die ouders zich daar zo door laten meeslepen. Ajax zelf doet eigenlijk ook heel erg serieus. Ze hebben allemaal van die serieuze bijeenkomsten waarin besproken wordt wat voor soort eten je kind het beste kan geven. Daardoor word je zelf eigenlijk ook een beetje gek gemaakt. Je wordt helemaal meegesleept in dat wereldje. Als je als jongetje bij Ajax speelt, dan reageren mensen ook altijd alsof dat iets heel bijzonders is. Dus dan ga je dat op een gegeven moment natuurlijk ook zelf ga je dat geloven. Felix zelf, die is eigenlijk al die tijd dat hij daar speelde, was hij er zelf heel laconiek over. Dus hij deed er helemaal niet zo. Hij heeft er nooit over opgeschept tegen mensen. Ik heb ook niet het idee dat... Je hebt ook jongetjes die daar spelen. Die zijn de hele tijd zijn ze heel erg bang dat ze weg worden gestuurd. Dus die beleven er eigenlijk ook heel weinig lol aan. Want die staan eigenlijk stijf van de stress de hele tijd. Bij Felix was dat ook helemaal niet het geval. Lol. Hij had meer plezier daar. Ja, hij vond het eigenlijk alleen maar leuk. Ik had ook het idee dat toen hij eenmaal werd weggestuurd, dat vond hij ook niet zo heel erg. Er zijn ook jongens, hun hele wereld stort dan in. Maar hij heeft natuurlijk wel genoten van allerlei bijzondere dingen die je meemaakt. Dus hij heeft dan heel veel hele grote toernooien heeft hij meegedaan. Dan speel je tegen allemaal andere Europese clubs. Mm-hmm. Want het begin van het boek wist je niet zeker of Felix naartoe moest gaan. Ja. Als je nu gevraagd wordt, zou je dan wel doen? Nou, als hij nu gevraagd zou worden, dan zou ik me er helemaal niet mee bemoeien. Zou ik gewoon aan hem vragen, doe maar waar je zin in hebt. En Felix nog wat frustreren bij Ajax? Nee, omdat als ik dat boek niet had geschreven, misschien wel. Ja, heel erg bedankt voor dat interview. Ik vond het heel leuk om te doen. Graag gedaan. Thank you.